Mensen, salam alaikum. Aanstaande vrijdag is mijn film Ridda in Den Haag. 13 april, mis het niet. En mijn theatershow aanstaande zondag in Eindhoven. Voor kaarten kijk op www.salahaddin.nl. Maar vandaag heb ik een nieuw item en dat is de Marokkaanse stedencheck. Vroeger had ik de Marokkaanse huizencheck, maar nu de Marokkaanse stedencheck. En dat houdt in, wat heeft een stad te bieden voor de Marokkaanse inwoner? Vandaag ben ik hier met Hamza, geboren en getogen Dordtenaar. Klopt, klopt helemaal. Jij gaat mij een rondleiding geven in Dordt. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga je van alles proberen te laten zien. Oké, maar ik geef jullie een cijfer. Hè. Dus Dordrecht, ik ga kijken wat jullie allemaal hebben. En dan krijgt Dordrecht van mij de Marokkaanse score. Ja, ik knijp hem wel een beetje. Maar we gaan ons best doen. Heel belangrijk voor Marokkanen. Is er een Marokkaanse restaurant in Dordrecht? Tajin, kuskuso, je weet wel gewoon waar je lekker Marokkaans kan eten. Die moet er vast wel zijn. Helaas man, helaas. Daar moeten we helaas op inleveren man. Wat zeg je nou? Jammer man. Ik zeg je eerlijk, vroeger zat hier in deze straat zat vroeger een restaurant, maar die zat er maar kort. En, is er geen Marokkaanse restaurant in Dordrecht? Nee man, jammer niet. Daarvoor moeten we of naar Rotterdam of naar... Serieus? Dordrecht, wat is dit man? Geen Marokkaans restaurant? Alle slimme Marokkaanse ondernemers van Nederland in Dordt kun je zaken doen. Er is nog geen restaurant hier. Zie je, slimmerikken, wees snel. Zomaar man deze. Gat in de markt als... Ja man! Oké okay, mensen, het volgende wat ik in Dordrecht wil kopen is zo'n Marokkaanse paardenkam. Weet je, die gele, die groene, die blauwe, die keiharde. Volgens mij 2 dirham of zo in Marokko. Kan je die kopen hier in Dordrecht? Zo, dan moet ik even goed nadenken hoor. Ja. Als het goed is wel, je hebt hier iets verderop, heb je een Somalische winkel zitten. Ja. Die moeten hem vast wel hebben. Zou de Marokkaanse kam er zijn of niet? Spannend, spannend, spannend. Hier kan Dordrecht op scoren, hè? Oei, 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 hij is er gewoon. Een hele bak zelfs. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Dordrecht heeft jackpot. Dit is 3-hit combo, hè, dit. Als je voor de 8-hit combo wil gaan, hebben ze hier die Marokkaanse... Die mleet, weet je, die dekens waar je... Ja, waar ze in Marokko hele nacht onder kunnen blijven. Ken je die? Dat je die bruine. Oké, we hebben de Marokkaanse dekens, maar... We moeten hem testen. Weet je wanneer die echte Marokkaanse dekens deze? Nee, niet. Als je er astma van krijgt. Wacht. Die Marokkanen, die als ze in Marokko doen ze gewoon hele nacht eronder. Als ik 1 seconde eronder begin ik te niezen en te hoesten en... Wacht. Even diep inademen. Sorry, dit zijn niet de echte man. De echte krijg je echt zwaar astma van. Bronchitis. Dit is, hier kun je gewoon lekker doorheen ademen man. Nee joh, nee. Marokkaanse dekens, dan moet je echt die, als je dit doet, dat je echt die. Als er een stad is die ze wel verkoopt, die bruine, weet je, met die donkere, dat je als je die inademt, je kapot gaat. Laat even weten in de comments welke stad die heeft. Breng me nu naar de Marokkaanse bakker. Ik heb trek in een lekkere Marokkaanse msemmen. Ik zou je helaas moeten teleurstellen man. Wat? We hebben geen Marokkaanse bakker in Dordrecht. Ga weg! Jammer man. Nee, nee dit... Fijn, maar die hebben we helaas niet. Kan je wel rokja doen hier in Dordrecht? Rokja niet. Niet? Hijama wel. Rokja niet? Nee. Dordrecht heeft rokja nodig hoor, geen restaurant. Jullie hebben groepsrokja nodig met z'n allen. Kan je vis eten in Dordrecht? Hele belangrijke voor Marokkaan. Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Bijna alle viszaken hier in Dordrecht zijn in Marokkaanse handen. Ja? Ja. Dus je kan vis eten? Ja. Salam alaikum, Abi. Alles goed, inshallah. Ik kom zo. Kan je hier in Dordrecht goed vis eten, broeder? Tuurlijk. Waarom niet? Dus als je als Marokkaan in Dordrecht bent, vis is er, garandeerd. 100% jongen. Oké. Luister, zoals je ziet, Dordrecht heeft ook vis. Dus dit punt hebben ze weer gescoord. En als je wil hier lekker broodje eten, moet komt heel gelijk in vishandel Crispijn in Dordrecht. Goed, barakallofik en veel succes met je viszaak. Wij gaan snel weer verder. Safi, layaunuk. Yalla, salam alaikum. Is Dordrecht, stel je voor je komt hier nieuw wonen, hè? Ja? Is het leuk om te wonen hier? Ik dacht het van niet, broer. Niet? Nee. Nee, echt niet. Echt, Dordrecht is een leuke stad, ja. Maar waar wij wonen in Oud-Crispijn, ja, is... Best wel heftig, broer. Serieus? Crispijn is echt heftig. Maar heb je wel alles hier? Weet je, je kapper, alles. Je hebt alles. Maar hier heb je veel informanten, Abi. Oh. Dus ik vertrouw niemand. Serieus? Ik vertrouw alleen mijn broekzak. Ja. En voor de rest vertrouw ik niemand. Salat en Abi. Is goed, man. Ja. Broeder, dank je wel. Ja. Wij gaan weer verder. Salam alaikum. Heeft Dordrecht Marokkaanse jurken verhuurd? Kashat. Ja, zeker. Sinds een tijdje zitten ze er al hier in het centrum. Ja. Het kan hier gewoon te zitten huren. Ja, als ik me niet vergis, zijn het zussen die het, zeg maar, die het runnen. Okay, niet te veel informatie geven. Hè? Mensen willen niet anoniem blijven met. Ja. Hij wilde gewoon alles vertellen over die familie. Ja, sahbi, je kan niet, hè? Dit, waar zitten ze? Assalamu alaikum.
Oké, man, wij zoeken hier in Dordrecht een jurkenverhuur. Is dit een jurkenverhuur? Goed, ja, dan zit je zeker goed hier. Is Dordrecht niet te klein voor een jurkenverhuur? Of? Nee, ik heb het niet van klanten die langslopen. Ik heb het vooral van klanten uit het buitenland en klanten die overal vandaan komen. Oké, nou meiden, zoals je ziet, de bridal room. Je kan hier gewoon jurken huren, jurken kopen. Kan je ook jurken slopen en teruggeven en geen borg en zo. En liever niet, maar jullie zijn van harte welkom. De bridal room vanuit Dordrecht. We gaan weer verder, dankjewel. Yalla, assalamu alaikum. Islamitische slager. Ja, zeker. We hebben er volgens mij een stuk of twee of drie hebben we hier in Dordrecht. En dit is er eentje van. Islamitische slager, alhamdulillah, die hebben we wel in Dordrecht, toch? Ja, zeker. Die hebben een aantal hebben we in Dordrecht. Oh, okay. Wat zou jij eigenlijk erbij willen hebben in Dordrecht? Dat je denkt van, dat, als Marokkaan zijn, dan mis ik dat. Een Marokkaans restaurant, denk ik. Ja. Dat Marokkaan? Is heel erg, ja. Dat kan eigenlijk niet, hè, geen restaurant. En we gaan speciaal daarvoor naar Rotterdam heel vaak. Er zijn genoeg ondernemende Marokkanen, alleen ja... Of ik weet niet of de kans van slagen er is, maar ze moeten gewoon een keer proberen, denk ik. Maar ik hoor heel vaak mensen die zeggen van, ja, als een Marokkaan uit de stad zelf een restaurant opent, dan komt niemand. Maar komt er een vreemde, dan gaat iedereen eten daar. Klopt dat? Dat hoor ik vaker en dat merk ik ook als ondernemer. Dus eigenlijk moet een buitenstaander komen, die gunnen ze wel? Ik denk het wel. Die zien ze dan groeien en dan vinden ze het niet erg. Maar een van hun? Een van hun, dat wordt lastig. Pijn? Ja. Oké, wat nog echt op het lijstje erbij moet bij dingen die Marokkanen moeten hebben, dat is bij iemand knippen in de schuur. Kan dat in Dordrecht ook of niet? Ja, dat kan zeker. Je hebt hier eentje zitten. Of we bij mogen filmen, weet ik niet. Als je even stil bent, ga ik even vragen of het mag. Ja? Is goed, man. Ik wacht eventjes. Ja? Knippen in de schuur, die hoort erbij, mensen. Dat is gewoon Marokkaanse classics, klassiekers. Wat zeg je? Niet? Nee, man. Waarom niet? Ik denk belastingdienst of zo, ik weet niet, man. Ja, serieus? Denk het wel, man. Ik denk dat hij een beetje bang is. Weet je die hashme ook? Ja, denk het ook. Wat kost het bij hem, het knippen? 10 euro kun je knippen bij hem. 10 euro? Zo duur voor schuur? Hij wil uiteindelijk ook eigen zaak, weet je. Dus ja, hij is een beetje aan het... Maar 10 euro is te veel voor een schuur, man. Ja. Schuur is maximaal max 5, max. Ja. Tussen 3 en 5. Ja, ja. Oké, mensen, wat kost max knippen in de schuur? Toch wel niet meer dan 5 euro, heb je. 10 jas heb je dan, dat kan niet. Ja. Oké, zelfs de schuurkapper doet stoer in Dordrecht, maar mooi, hij is er wel. Oké, jalla, naar het volgende. We zijn nu bij een plek waar je Marokkaanse vaders ontzettend blij mee kan maken. Waar zijn we? Ja, we zijn hier bij de boer en ik kreeg gewoon verse melk halen. Verse melk halen? Verse melk. Hier score je wel mee, hè, Dort? Ja, absoluut. Ja. Merkt u dat de Marokkanen die houden heel erg van boerenmelk, klopt dat? Dat klopt, ja. Waar komt dat vandaan, denkt u? Ja, van oudsher, denk ik. Het land van herkomst? Ja, het land van herkomst. Ouders op kinderen die het dan overbrengen. Mensen, zoals je ziet, je kan in Dordrecht gewoon lekker verse melk halen van de boer. Koeien, beslemmen, alikom. Wij gaan weer verder. Op naar het volgende van Dordrecht. Jalla, zit Hamza. Twerkala alik. Jullie hebben redelijk gescoord. Een vishandel, een goede moskee, zelfs melk bij de boer. Maar geen Marokkaans restaurant en geen Marokkaanse bakker. Dat zijn wel de pilaren van de Marokkaanse tneuwjeheid, hoor. Ja, helaas. Ik kan er niks aan veranderen. Bij deze, Dordrecht scoort een 6,5. De Marokkaanse stedencheck. Wil je dat ik ook naar jouw stad kom? Zet even iets in de comments of stuur me een bericht of wat dan ook. En inshallah ben ik de volgende keer bij jullie om te kijken hoe goed jullie stad scoort. Hamza Twerkala, ik dank je wel voor de rondleiding. En Dordrecht was leuk. Sabi, assalamu alaikum.